Goedenavond, welkom bij een nieuwe vlog. Ik ga helemaal updaten, ik ga niet meer welkom bij een nieuwe vlog. Goeiedag, ik heb er zin in. Welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag zondag. Het is maandag 17 september 2018. Dit is mijn schema voor deze week. Fysio. Morgen de fysio. Zaterdag ging zij de airborne parachutist. Super gaaf. Nou, heel gaaf. Het wordt een super leuk weekend. Ik ga voor jullie vloggen. Of filmen of foto's maken in ieder geval. Dat sowieso. Ik heb heel veel zin deze week. We gaan er gewoon ons best doen. Ik heb net een goed gesprek gehad met mijn PB'er. PB is terug van vakantie. Ik ben weer terug van vakantie. We zijn allemaal terug. Ik ga even een paar dingen jullie vertellen in deze vlog. Namelijk, ik heb een oude tas weer terug. Deze. En ook Enrico Benetti. En ik ga hem weer gebruiken. Want hij die andere tas. Isbek heeft het begeven. Dit is mijn nieuwe boxje. Mijn muziekbox. En ik ga morgen een boodschap doen. De koelkast weer vullen met drinken. Voor de rest gaan we lekker chillen. Vanavond lekker even vlogs terugkijken van huisgenoot. En misschien Dance and Dance terugkijken. Even kijken wat dat gaat doen. Ja. Ik heb een bak koffie op net met mijn begeleider. En ik kreeg op Instagram een melding van een zilverrij maatje van mij dat ik veel te veel plaats. En dat heel veel mensen me aan het volgen omdat ze er niks meer aan vinden die berichten. Ik leg een scheid aan, dikke vette deze voor die gasten. Want ik vind het gewoon alles mag vloggen wat ik als plaats wat ik wil. Het is mijn leven, het is mijn Instagram. Ik weet wel dat heel veel mensen die mij nog volgen, die mij de vlogs leuk vinden. De berichten leuk vinden, daar gaat het om. Dat vind ik gewoon heel belangrijk. Maar hij zit super, super chill nu. Ik ga het ook niet veranderen, want het zit echt heel cool. ik ga even kijken of ik het kan updaten. Ik ga morgen eerst even mijn kamer doen met visio. Morgen eerst even was doen. Als ik wakker word, ik ga deze weer knallen. Ik ga deze gewoon goed best doen. Ik ga laten zien dat ik het kan de aankomende weken. Ik kan op tijd opstaan, ik kan op tijd het werken, ik kan op tijd werken en terugkomen. Het allemaal goed komen. Ik heb vertrouwen, mijn begeleider heeft vertrouwen in. En ik ben gewoon blij dat het weer langzamerhand iets beter gaat bij mij. En daar zijn ze op de groep ook heel blij mee. En voor de rest, ik heb goed slaap vannacht. Ik heb niet zo heel goed weekend gehad. Ik heb veel ruzie gehad, veel gevochten. Nou, gevochten niet, maar ook veel gelachen. Ik heb ook wel een goede tijd gehad verder. Maar los van negativiteit ben ik niet meer eerlijk geweest aan mensen. En voel ik mezelf ook eens kloten door sommige dingen. We zeggen, laten we beginnen deze vlog. Ik ga heel veel petten doen, maar hij ziet er anders niet uit. Wat ik op ga doen, heeft aan mijn werkdag te maken. Ik heb gehad vandaag, dus ik ga even wat eraf halen. Je weet hoe ik ben. Ik vlog altijd mijn pet op, wat mijn vlogpet is, omdat ik hiphopper ben. En, zo snappen jullie wel. Heel even mijn ringen pakken. Ja, weet je, het is nieuwe kansen. We leven nog steeds, de adem bestaat nog. En het gaat gewoon goed met ons, tenminste met de groep wel. En morgenavond een vergadering. En ik plaats inderdaad veel, ik weet het. Ik ben echt bezig met minder te doen. Maar, oh. Ik zie net een foto. Ik vind het zo jammer, ik zit hier dan een cool bericht te plaatsen. Ik vind het jammer. Wel een leuke reactie op. Ik krijg allemaal negatieve dislikes, negatieve reacties op mijn YouTube kanaal van Beatbox.
Dat vind ik heel jammer. Ik doe heel erg mijn best om mijn YouTube-kanaal zo leuk mogelijk voor jullie te maken. Zo positief mogelijk, zo cool mogelijk. Gewoon dat kan. Het is 6:10. Ik ga zo verder met de was kijken. Ik ga zo eerst even wat stofzuigen hier. Want het is een, nou ja, binnen valt er mee. Maar ja, wat er gebeurde. Ik ga even kamerstofzuigen, morgen kamerstofzuigen. Ik ga je wat vertellen nu. Onthoud goed dat ik nu ga vertellen. Ik ga elke week mijn best doen. Ik ga laten zien dat ik het laatste half jaar beter mijn best kan doen. En beter kan knallen en beter in mijn vel gaan zitten. Ik ga niet meer negatief zijn aan mensen. Ik ga niet eens dingen meer beloven. Ik ga het gewoon laten zien dat ik het kan. We leven in dezelfde tijd. Dat gaat heel snel. We hebben allemaal vakanties gehad. We gaan allemaal frisse moed tegenaan. Dus dat is tof. Ik wil gewoon even zeggen hoe trots ik ben op mijn eigen. Trots ik ben op jullie dat jullie mij nog steeds volgen. Dat is gewoon heel gaaf. Ik heb goed schrik met mijn tablet. Hij is al 5 jaar oud. Ik zal hem verpakken. Wat gedaan. Dit is mijn tablet. Samsung Galaxy Tab 2, 7 inch. Mooi toetsenbord. Bluetooth en al. Hij is niet te koop. Sommige toetsenborden doen het niet. De ZXCVB weet het niet. Dus dat is jammer. Ik heb goede schrik mee. Het is een fijne mini laptop. En ik heb goed schrik met tablet, met de telefoon goed schrik mee. Dus ik ben heel positief in deze vlog. Dat ik wil vertellen. Dus ik heb in de weekschema laten zien. ik heb voor de rest wel een redelijk weekend gehad. Ik heb mijn koffie gedronken en buiten gegeten met de groep. Ik ga morgen verstandig koken voor de groep. Ik ben nog bedenken wat ik wil eten. Maar dat heb ik mijn bb nog wel even. Even denken. Ik ga woensdag even een staaltje flessen wegbrengen. Volgende week maandag is mijn zusje jarig. Of fiets aan verjaardag thuis. Ga ik ook feestje vieren bij mijn ouders. Dus dat is gezellig. Ik heb voor zusje jullie weer zien. Heb ik een keer een broek met gaten aan. Sportschoen aan. Gimp aan. Dus dat is wel tof. Mijn baardje is goed gegroeid. Oh. Puntje. Zo. Mijn haar is goed lang geworden. Dat is wel tof. Het is prachtig weer hier buiten. Veel te mooi om binnen te zitten, maar ja, ik moet toch een beetje mijn rust pakken. Ik ga zo vlug kijken. Ik ga lekker chillen. Ik ga nog FIFA spelen vanavond. Snowboardspel ook, denk ik. En ik heb van het weekend getekend. Foto's check op Instagram. Tekeningen die ik heb gemaakt, ze zijn super gaaf geworden. Foto's die ik met mijn zusje heb gemaakt, ze zijn ook heel gaaf geworden. Ze hebben met mij gemaakt, dus ze doorsturen mij heel gaaf geworden. We gaan er gewoon tegenaan. Frisse moed tegenaan. Positief tegenaan. We gaan werken deze week. Nou, elke dag 7 uur opstaan. Dinsdag tot en met vrijdag. En ik kan op zich gewoon uitslapen. Want sommige mensen moeten 3 of 4 uur opstaan. Kanaal. Vergeet niet te abonneren op het kanaal. Doe het duimpje als je het leuk vindt. Als je het tof vindt. Ik heb goed check met de spiegel. Zoals je ziet is dit maar leeg hier. Dat is even lastig. Maar ga gewoon door. Vooral even kijken wat de pet ik met hem voor de stagiaire. Want ze wou het fijn als ik een pet mee zou nemen. Dus ik ga even. Zo meteen. Oh, frikandelle. Ik heb zoveel petjes, ja. Ik ben een beetje pet opslaagd geworden. Maar even een andere vraag. Zal ik zaterdag deze pet meenemen? De vliegtuig? Of die andere? Dat ik hier ook liggen. Dus dan dacht ik. Of, wat is hij nou? Zie hem even niet. Nee, ik zie hem niet. Ik kan even niet bij. Nee, ik zie hem echt niet. Nou, dan weet ik niet wie is. Of die soldatenvliegtuig. Gek, pakket. Nee, vroeger heb ik ook nog. Nederland heb ik ook nog. Ik heb best wel petjes eigenlijk. Ik heb best goed voor elkaar qua petjes, qua kleren. Ik heb ook hele kast vol kleding. Ik ga even een bak koffie drinken. Ik ga morgen even de kast uitzoeken, de sokken uitzoeken. Kamer opruimen, stofzuigen, gang doen, was doen. Lekker de schaal doen. Lekker uitrusten morgenmiddag. Lekker een half dagje werken met de stagiairen, met de collega's. Super gezellig, super leuk. Ik vind het heel jammer dat ik niet kan voetballen, maar ik mag nog steeds niet voetballen van de begeleiding. Omdat mijn voet eerst helemaal genezen moet zijn. Dus dat gaan we doen. Eerst even stofzuigen, zo meteen of morgen. En
Even een vraag. Vind je het leuk dat ik zo vlog? Zo met het vlogding? Of moet ik voortaan gewoon weer zo? Nee, dat ziet er niet uit, denk ik. Zo is het beter. Ik ga ook een dat filmpje opnemen. Dat ga ik ook voor jullie doen. Die ga ik zo meteen doen. Nadat als ik de vlog van de wijsnoot heb bekeken. Vergeet even niet te abonneren op haar kanaal. Miranda Bos. Een superleuk kanaal. Miranda vlogt. Check haar kanaal. Shootout voor haar. Shootout Vessel. Shootout voor Roland Lepen. Ook superleuk. Kanaal. Vergeet hem niet te abonneren op hun kanaal. Focus hun kanaal. Ik ga even wat kort stellen over Enzo Knol. Ik vind het heel tof wat hij allemaal doet. Ik vind zijn kanaal ook wel prima. Ik ben niet jaloers. En ik ben een filmmaatschap mooi 2 miljoen abonnees en vrouw. Dus gefeliciteerd Enzo Knol. Ik heb verleden tijd heel stomme vlog over jou gemaakt. Maar ik vind het topper. Het doet hartstikke goed en doet hartstikke leuk. Altijd positief, altijd lachen. Dat is leuk. Dus een shoot-out naar Enzo Knol. Om zijn kanaal te volgen. Kanaal te abonneren. En dat was een beetje wat ik over vertellen denk ik. Loosje voor het weekend. Ook een goede shake mee. Echte Casio. Ik heb heel veel geld tegenwoordig, dus dat is mooi. Nou, heel veel geld valt er mee. Maar in ieder geval genoeg geld om uitkering te hebben. Ik heb een leuke outfit aan. Ik hoop voor mensen dat ik leuk ben, dat ik knap ben. Leuk baardje. Ja, dat is een beetje wat ik over vertellen. Even denk ik meer moet vertellen. Slips heb ik goede shake mee. Umbro slippers. Ik moet de vlog gaan afronden, want ik ga mijn appjes binnen. Wat ik ook nog moet doen deze week is even kijken met financiën, even opschrijven, wat moet ik even doen. Ik moet nog even een beetje naar zijn Facebook vinden. Dat werk nog steeds voor stage, die ik morgen weer. Die ik elke dinsdag. Gewoon netjes, dat vinden mensen wel leuk, wat deze echt. Ik ben een beetje moe. Maar dan mag ik wel naar een werkdag van bijna 8 uurtjes. En per week kan ik nog een keer mijn werk kijken. Ook gezellig. Dat is wel tof. Ik denk dat ik ermee moet vertellen. Oh, ik heb weer zo'n bericht van Ray van der Veer. Facebook. Jongens, ik zou het denk ik nog meer moeten vertellen of ik alles nu stelt. Ik heb een goed gesprek net gehad beneden. Ik ben heel positief dat ik de afgelopen tijd niet was. Ik ga sowieso nog een Facebook bericht erbij werken zo meteen. Ik ga nog een dance en dance terug kijken op deze telefoon. Dat doe ik vanavond als hij opgeladen is. Ik ga op tijd slapen, op tijd erbij werken, op tijd op bed komen. En afgelopen tijd heb ik heel veel te kloten, opstaan. Ik ga het gewoon doen, ik ga gewoon knallen. Ik wil even bedanken voor het kijken van deze video. En dan zie ik mijn vader van de video. Ik zou zeggen, hele fijne avond. Rustig aan ook allemaal aan. Geef ik hem arm. En ik ben gestoken door een beest, denk ik. Een beetje zeer, maar zo. Vanavond. Ciao. Ciao.